Ik ben ondertussen bijna 10 jaar buschauffeur bij de lijn. Ik ben begonnen met enquêtes af te nemen op de trams. En door te praten met de andere chauffeurs ben ik eigenlijk overtuigd geraakt om buschauffeur te worden. Op een dag stond eentje aan mijn deur met een lekkere zelfgebakken taart. Want ik had heel goede taarten bakken. En zo is eigenlijk de klik overgesprongen en zijn wij eigenlijk toffe vriendinnen geworden. En nadien heb ik ook eentje overtuigd. Sabine heeft mij aangespoord om bij de lijn te solliciteren. Het leukste aan mijn dag is eigenlijk als de klanten tevreden zijn, als ik ze kunnen helpen heb. En wat ik ook altijd wel leuk vind, als je aan het rijden bent, ook met de tram, de zwaaiende kindjes langs de kant. Dat is eigenlijk, je hart smelt op dat moment. Ja. En dan zwaai je automatisch terug. En dat doet wel. Allee, dat doet wel iets op dat moment. Ik vind ook de collega's onderling vind ik ook wel gewoon tof, dat er altijd wel wat kan gelachen en gedaan worden. En als collega, dat we soms samen kunnen rijden naar het werk. En terugkeren ook, maar we zijn eigenlijk met 4 collega's in dezelfde wijk. De tofste herinnering tot hiertoe, voor mij denk ik het behalen van mijn rijbewijs D bij de lijn. Ik heb mijn man leren kennen bij de lijn. En dan nog op het trouwfeest van 2 collega's van de lijn, de trouwdige. Dus ja, voor mij was dat de mooiste dag.